Studio. En vandaag zijn dat drie vrienden uit Oost-Vlaanderen, is dat toch, hè? Ja. Oost, ja. Ruben Gobrecht, 17 jaar, uit Afligem. Dag, Ruben. Dag, Caroline. Bo, de deurwaarder. De deurwaarder, ik krijg het niet gezegd, 17 jaar, uit Ombergen City. Uit Zottegem, inderdaad. Zottegem. En dan Laurens Lambrecht, ook 17, uit Aalst. Ja. Hallo. Dag, iedereen. Zijn jullie vrienden van elkaar, klasgenoten? Ja, we zijn allemaal vrinden. Laurens en ik zaten samen vanaf het eerste middelbaar. En op het einde van het eerste middelbaar had ik mijn eerste kus met Bo. Ja, dat is waar. Echt waar. Meen je het? Hoe lang zijn jullie een koppel geweest? Een ganse week. Wat? Een volledige week, ja. Prachtig, we waren super gelukkig. Ja. We waren echt... Ja. Dat was echt een moment van mijn leven. Ja. Wie heeft het kapot gemaakt? Ik. Jij hebt het kapot? Nee, dat was ik. Nee, ik. Ja. Nee, jij had mij geskyped en ik heb er niet op ingegaan. Oké. Okay. Ja, okay. Dat wordt hier echt pittig, het volgende uur. De volgende week eigenlijk, tussen 11 en 12. Ready voor jullie eerste vraag? Ja. Ja. Je hebt nog 1 uur te leven en je mag maar 1 telefoontje plegen. Naar wie en wat zeg je? Ja, nu wordt het stil, hè? Ja, maar ja. Dat is echt een moeilijke vraag. Een telefoontje. En waar bevinden we ons? Ja. Use your imagination. Oké, okay, nice. Wat, dat wordt hier spannend, raar. Ik zou eigenlijk gewoon mijn mama bellen en zeggen van mama, bedankt voor mij op de wereld te brengen. Ik hou van u. En dan zou ik sterven met een gerust hart. Oh. Lieve. Ja, dat is wel lief. Maar ik denk, allee, dat is een beetje saai om dat te zeggen, mijn mama. Maar ik denk dat ik dat ook wel zou doen. Want allee, ja, in films zie je dat ook vaak van die stoere soldaten die dan op sterven liggen aan het slagveld en zo. En dat die dan naar het schijnt ook altijd achter hun moeder roepen. Dus... Dat is waar. Ik zou dat ook doen. Of gewoon naar mijn beste vrienden bellen, zoals jullie. Oh, dat vind ik een keer lief. Laat. Eerder je beste vrienden dan je moeder. Maar mijn mama is mijn beste vriendin, dus... Maar echt, hoe moeten die vaders zich nu allemaal voelen? Sorry, papa. Wat is het met die moeders tegenover vaders? Ja. Geen idee. Het is toch iets anders, ja. Ja, zoals ik straks al zei, ja. Die mannen die roepen allemaal nog achter hun moeder, nooit naar hun vader. Dus ik ben niet de enige. Wij zijn niet de enige. Oké. Okay. Generation M. Studio zitten Ruben, Bo en Laurens. 17 jaar, uit de kanten van Aalstal allemaal. Hè. Dat was beter. Alleen nee, kom. Uit Afligem, Zottegem en Aals. Voilà. Veel beter. Ja, veel beter. Klaar voor vraag 2? Ja. Ja. Yes. Een kind vraagt aan jou of de Sint echt bestaat. Een tweede kind erbij zegt, nee, die bestaat echt niet. Wat zeg je? Zeg je de waarheid of speel je het spelletje mee? Ik zou dat kind slaan. Dat meen je niet. Nee. Welk kind? Ja, nee, ik zou dat... Allee, ik vind dat zo'n mooie kinderdroom. En als je dat dan zomaar ziet doorbroken worden door zo'n stom kind, nee. Ruben, de wetenschap gaat voor. Ik vind dat je moet dat zeggen van... Sorry, kijk, maar de Sint is eigenlijk gewoon een man die zich verkleedt als een oude mommy met een baard. Dat bestaat niet. Dan gaan ze misschien binnen wenen, maar ze weten de mensen de waarheid. Nee. Kinderen moeten toch een beetje in hun fantasie blijven, vind ik. Ja, ja, maar... En je moet ze van die verhalen vertellen, waardoor ze gaan denken dat dat echt bestaat. Dus je moet dan zo zeggen van ja, vorig jaar, ik hoorde iets op mijn dak. En ik ben gaan kijken en ik hoorde precies een paard en dat begon altijd sneller te stappen. En ik heb dan nog juist die laatste, die staart nog zien zwiepen voordat hij om de hoek doorliep of zo. Want mijn grootmoeder heeft ooit mij ook zo eens een verhaal verteld over dat ze de vleugel van de paasklok heeft gezien. En toen kwamen er dus vrienden aan mij en die zeiden van ja, de paasklokken bestaan niet meer. Ik zei ja, jawel, want mijn oma heeft die gezien, bla bla bla. Dus bij mij heeft dat wel gewerkt en ik denk dat dat bij andere kindjes ook wel zal werken. Maar die zijn zo teleurgesteld als je dat dan zo zegt daarna. Waarom teleurgesteld? Omdat die dan denken van, ah, maar ze bestaan niet. Dat je geloven hebt tegenover. Dat is gewoon het leven. Dat zit vol teleurstelling. Het leven is hard. Het leven is hard. Ja. Moet daar een beetje... Ja. Ja. Word je voorbereid voor het leven? Dat is... Wie heeft er niet geweend als hij door had dat de Sint niet bestond? Allee, ja. Als we eerlijk zijn. Generation M. Na 11 uur zitten er vrienden in de studio en die krijgen van mij 6 ambetante vragen. Of serieuze vragen, of vieze vragen, dat kan ook. Ruben, Bo en Laurens, klaar voor de derde? Ja. Yes.
Gaat het vooruit met de aanvaarding van nieuwe Belgen in de maatschappij of net achteruit? Ik denk vooruit. Als je dat zo bekijkt, mijn grootouders die zijn een beetje conservatief en ik denk dat dat geldt voor de hele derde generatie. Als je ziet, generatie per generatie verbetert dat echt. En ik denk dat bij ons zeker al redelijk goed is en bij onze kinderen verbeterd. Al meer zijn. Verbeterd. Je bent toch super racistisch geworden. Allee, ja, ik vind dat toch... Nee, maar ik bedoel, als je kijkt, onze grootouders die zijn veel racistischer als wij. Die moeten er echt niet van weten. Terwijl wij staan echt al meer en meer open voor. We staan voor. We zijn vooruit geraakt. Ik vind dat toch. We zijn echt... Allee. Ik heb er eigenlijk geen mening over. Ik ga me daarover... Ja, dat is simp. Nee, ik vind... Allee, ja, toch. Migranten zijn toch ook een beetje... Nieuwe Belgen, en die wordt ook niet echt aanvaard. Ah, jawel. Maar bijvoorbeeld, ik groei daar echt mee op. In mijn basketploeg zitten er ook veel autochtonen. En allochtonen, excuseer. De stress van op de radio te komen. Ja. En ik ben daarmee opgegroeid. En voor mij, ik zie die gewoon als mijn vrienden. Ik maak geen onderscheid meer tussen dat zijn Belgen of dat zijn vreemdelingen. Je groeit daarmee op. Terwijl onze derde generatie, die is daar niet mee opgegroeid. Die hebben die zien toekomen en... Dan hebben die zich zo, zeg maar, gedistanceerd. Ja, misschien wel. Ja. Wij zijn ermee opgegroeid. Dus ik denk, vooral bij onze kinderen, die gaan er nog meer en meer mee opgroeien. Dus het probleem eigenlijk wel gaat verdwijnen. Ja, maar vind je dat goed dat die daarmee opgroeien? Allee, ja. Onze kinderen, dat die daarmee dat die daar niet mee mogen opgroeien. Ik weet niet. Ik vind dat zo... Ja, ik wil niet racistisch klinken, maar... Ja, je zet de racistische praat op gaan luisteren. Dus misschien gaan we hier beter stoppen voordat... Ja, ik vind dat heel goed dat er... Ja, maar het is gewoon, ik vind het zo raar dat iedereen zo iets heeft tegen mensen die naar hier komen. Allee, het is niet dat vol krapul zit. Ja, maar ze weten de situatie ook niet, hè. Ja, maar dat is eigenlijk gekomen omdat we hebben daarvoor geschiedenis een interview moeten doen met migranten. En zo is er bij mij eigenlijk veel aan het licht gekomen. Zoals die kwamen naar hier voor naar werk te zoeken, omdat België zocht ook echt naar mensen die hier kwamen werken. Ja, maar je ziet echt ook alleen maar op de media, dat is echt zo van die migranten weer of die... Oh, dat is allemaal negatief. Ja, allemaal zo negatief. Maar... Het is eigenlijk gewoon de schuld van de media. Voilà. Ja, Generation M. Goed, bij mij in de studio drie vrienden uit Afligem, Zottegem en Aalst, Ruben, Bo en Laurens, 17 jaar. Hey. Tot nu toe valt ze mee de vragen? Of, Ja, ze vonden alle die eerste. Nee. Dat was een moeilijke. De eerste was een moeilijke, had over dat laatste telefoontje. Ja, ik snap. Maar we zullen er nog eens één tegenaan gooien. Jouw date vertelt je dat hij of zij een drugsverleden heeft, maar beweert nu clean te zijn. Hoe reageer je? M&M Generation. Dat is een moeilijke ook. Wel, ik zou hem geloven. Ik zou zeggen, oké, het is goed als je me echt graag ziet. Bogen is echt zwak. Nee, gewoon stoppen. Maar als hij clean is, als hij beweert dat hij clean is, zou ik hem een kans geven. Voor een beetje vertrouwen hebben in de mens. Ja, want je moet iedereen een tweede kans geven. Je mocht niet zomaar zeggen van, oké, hij heeft aan drugs gezeten en dan subiet al zeggen van, nee, ik moet er niet van weten. En wat dan met je kinderen? Als je kinderen dan ook aan de drugs zitten, dan is het is de eerste date. Eerste date, je moet aan de toekomst denken, hè, Bo. Je weet nooit dat dat lang kan aanhouden. Maar het is niet omdat dat je drugs doet dat je kinderen ook drugs gaan doen. Hè. Ja, maar dan is het zo van, Ruben, luister met mij. Stel je voor dat ik nu aan de drugs hebben gezeten. Ja. Broer, en je wist dat niet. Ik zeg je dat nu. We kennen elkaar al zo lang. Ja? Je hebt je eerste kus aan mij ervaren. Wat zou je dan zeggen tegen mij? Zou je nu mij nooit meer willen spreken of zo? Moest ik dat nu zeggen tegen u? ik zou toch een... Oké, het is goed, jij wint. Yes! Oké, sorry. Ja, ik weet niet. Ik zou dat raar vinden, zo drugs. Allee, ik heb er ook nog niet meegemaakt, dus... Ja, je bent er wel mee gestopt, maar je bent er ook wel aan begonnen. Dus ergens zit dat toch wel in u, dat drugsverleden. En... Denk je dat je er nooit meer vanaf geraakt? Nooit meer, maar gaat toch altijd de verleiding is goed. Ja, die verleiding gaat altijd groter zijn. De kans gaat echt veel groter zijn dat je dan toevallig dat nog eens zou... Ja. Maar nee, dat gewoon een beetje van je partner dan afhangt. Als jij hem daar echt in steunt, dan heb je niet echt... En misschien dat zegt dat ook wel veel over het karakter van die persoon zelf. Ja, hij is clean, dus hij heeft karakter gehad om ermee te stoppen. Dus... Ja. Huh? Generation M. Jongens. De vijfde vraag. Jullie zijn opgewarmd. Ik voel het. Yes, hier gaan we. De vijfde vraag voor de 13-jarige. Amai, zeg. Ik onderschat jullie. 17-jarigen in de studio.
een absurd dilemma. Elke dag door je mama in een badje gedaan worden of elke dag spamberichten lezen en ze ook nog eens beantwoorden. Door je mama in een bad, sowieso. Ja, zoals daar straks al gezegd, we zijn allemaal mama's kindjes. Ja, en ik wil ook niet met al gekraakt worden door spamberichten te krijgen. Maar, en te spam, dat is gewoon reclame, hè. Dat is niet echt. Ja, krijgen. Dan nog. Dat is... Ja. Maar spam kun je ook gewoon openen zonder... Ja, maar je moet erop reageren. Hè. Ah, je moet reageren. Ah. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is... Maar als je dan zoiets krijgt van, ja, Perzische vrouwen of zo, een aanbeving... Dat is wel leuk om op te reageren. Dus in dat geval, ja, spam reageren. Zo gewoon elke dag door mijn mij, mijn bad en spam ook reageren. Ja, ik krijg echt... Alle twee. Nee, dat is geen dilemma, dat is gewoon... maken, hè. Maar hé, jullie zijn 17 jaar door je mama in het bad gezet worden. Nee, maar eigenlijk... Je ontwikkelt dan, hè, en dan als die mama dan zo... Nee, echt niet. Nee, eigenlijk liever spamberichten beantwoorden, ja. Maar ik krijg echt rare spam. Dat is zo... Voor penisvergroting. Ja, dan weet ik al waar jij al hebt zitten surfen. Dan weet ik waar jij al naar hebt zitten surfen, beste Ruben. Ah, Caroline. Nee, maar ik weet niet, ja, ik heb me op geen enkele vuile site voor iets ingeschreven ooit. En toch kreeg ik dat. En, ja. Spam, ik krijg soms zo'n keer een iPad dat gratis win omdat ik de 1000ste bezoeker ben. Dus ja? Dat is wel leuk. Maar ja, moet je daar dan nog reageren? Je bent uitverkoren. Ja. Ik heb eigenlijk wel nog veel. Dat is eigenlijk wel nog leuk. Ja? Maar, de wereld is klein. Caroline de Bekker. Oké, de laatste vraag van vanavond. Ruben, Bo en Laurens, are you ready? Ja. Je mag één tijdsreis maken naar een dag in het verleden. Welke dag kies je? Oh. Ik wil dino's zien. Dus, ja. Dino's? Ja, toen ik klein was, zou ik altijd zo archeoloog zijn worden. Ja, nerd. Right. Laat mij nerd zijn, ja. Ik weet niet, dat lijkt me wel cool, ja. Zo dino's te zien. Maar ja, mogen we dan terugkeren of niet? Of is echt het einde? Een dag in het verleden, hè? Een dagje maar. Oké, ja, dag dino's dan. Ik wil mijn Ruben mee, ik wil ook dino's zien. Ik vind dat echt inspirerend. Nee, met ons twee. Ja, met ons twee. Ik wil terug naar de dag dat Bo en ik samen waren. Oh ja, naar die dag waar we onze eerste kus hebben gegeven. Maar misschien luistert mijn lief nu ook, ja. Dus misschien... Ja, nee, dino's. En in je eigen leven? Wat zou je kiezen in je eigen leven? Eigen leven? Dus... Je geboorte of zo? Nee. Wel een grappig. Het moment waarop ze zeggen dat Sinterklaas niet bestaat, Ruben. Ja, dat moet ik weer weten. Dat moment. Nee, nooit meer. Nee, ik zou terugkeren naar deze vakantie, naar Balaton. Ik ben daar naartoe geweest naar een festival, Balaton Sound Festival. Dat was echt de mooiste tijd van mijn leven, vind ik nu. Ja. Ik zou daar naartoe keren. Dat is niet lang geleden, maar ik zou het toch doen. Wat is eigenlijk de mooiste dag uit jullie leven? Elke dag met jou. Oké, nu gaan we afronden voor het melig wordt. Allee, uit mijn studio en morgenavond terug paraat om 11 uur. Zeker. Ja, maar huren, Laurens. Ruben. Bo en Laurens, tot morgen. Dag. Dag. M&M Generation.